Welkom bij het YouTube-kanaal van Duikvereniging De Grot. Wij maken video's over het onderwaterleven. Voornamelijk in Nederland. Soms maken we een instructiefilm. Die kan gemaakt zijn in het zwembad. Vandaag laten we in deze instructievideo zien hoe je een deco-boei oplaadt. De Engelstaligen noemen dit een SMB. Dit staat voor Surface Marker Boei. Onze duiker gaat via een rol achterover het water in en geeft natuurlijk een oké-teken. Daarna zwemt hij naar het diepste deel van ons zwembad. Als hij daar is, pakt hij de boei, maakt deze los en rolt deze uit. Onze duiker trimt tijdens de oefening volledig uit en raakt de bodem van het zwembad niet. Hij haalt heel even zijn automaat uit zijn mond om via het tuitje lucht in de boei te blazen. Hij laat zijn automaat niet los en deze zit alweer in zijn mond, voordat de boei volledig uitgevouwen is. De spoel is aan de boei gezekerd met een musketonhaak. De duiker maakt de musketonhaak los en hangt deze aan een polsbandje. Je kunt deze haak natuurlijk ook aan je vest vastmaken. Nu is hij bijna klaar om de boei op te laten. Eerst kijkt hij even naar boven om te zien dat er geen duikers aan de oppervlakte zijn, of dat er een boot of iets dergelijks boven hem is. Dan pakt hij zijn octopus en doet deze voorzichtig in de opening van de boei. Hij zorgt ervoor dat de spoel los is van de boei, drukt op de loosknop van de octopus en blaast dan lucht in de boei. Hij laat de boei op tijd los, want deze schiet als een raket omhoog. De spoel houdt hij tussen twee vingers en deze rolt af, terwijl de boei naar de oppervlakte gaat. Dan haakt hij de boei vast aan het touwtje en de spoel. Deze kan dan niet meer afrollen en hij kan zijn veiligheidsstop maken. Als je het goed hebt gedaan, steekt de boei recht uit de golven. Zo eenvoudig is het om een deco-boei op te laten. Als je deze video leuk vindt en je bent geïnteresseerd in het Nederlandse onderwaterleven, abonneer je dan. Kun je duiken, of wil je dit leren en woon je in de buurt van Rotterdam? Neem dan gerust contact met ons op via onze website www.owsvdegrot.nl. Je kunt dan ook een afspraak maken voor het maken van een introductieduik. Dit is het einde van de video. Tot de volgende keer en wil je niet zo lang wachten, bekijk dan de andere video's op dit kanaal.